heel hartelijk applaus voor David van Rijkbroek. De VOC had als afspraak met de plaatselijke bevolking: jullie mogen enkel aan ons leveren en wel aan een prijs die wij voor u hebben vastgesteld. Niet de meest sympathieke vorm van handel drijven, wat typisch een interactie is tussen twee partners. En de bevolking van Banda had ook ervoor gekozen om specerijen te blijven verkopen aan Portugezen en Spanjaarden. En daarop reageerde Jan Pieterszoon Koen, bekend van de tunnel, met de gedachte: we moeten die inwoners van Banda een lesje leren. En in 1621 culmineert dat in het uitroeien van een van die eilanden. Het eerste groter lapje grond wat Nederland in gebruik neemt, is die Banda-archipel. Dat zijn 10 kleine eilandjes, maar het is veroverd dankzij een genocide. De 1621, het uitroeien van Banda, heeft naar schatting aan 15.000 mensen het leven gekost. Zij die het overleefd hebben, werden slaaf gemaakt en meegenomen naar de noordkust van Java, waar Koen had beslist van ja, Ambon is wel handig, maar het is wel erg ver van de handelsroutes vandaan. Ik zal aan de noordkust, noordwestkust van Java een nieuwe nederzetting stichten, dit keer buitgemaakt op de Britten en afgebrand, en het moest heropgebouwd worden door die geïmporteerde slaven. Maar zo is het dus gegaan. Dat is echt het begin geweest.